Vandaag is Larry's birthday. We zijn echt vroeg wakker. Het is al 7:45 en we zijn gedoucht en klaargemaakt en wel. Ik was echt al half 6 beneden, want ik ging die cadeautjes zetten. Ik ben toen gelijk gaan douchen en wachten tot de heren wakker waren. En we zijn al klaargemaakt. We gaan vandaag naar Beekse Bergen, Safari Park. Eerst willen we pannenkoeken eten, maar we moeten even een pannenkoekenhuis in de buurt zoeken. En vanavond gaan we, ligt eraan net hoe we voelen, gaan we of uit eten of we gaan gewoon thuis wat bestellen. Want het is best wel ver rijden, 1,5 uur rijden. Ik had ook net mijn Asus pakketje, die heb ik niet gewezen, sorry. Ik had hem mee naar boven genomen, ik heb het net pas gepast. Twee dingen moeten terug, ik had een zilveren hak. Ik hou echt van zilver, maar ik heb een maat 41 besteld. Ik weet niet waarom ik dat dacht. Veel te groot, mijn voeten lijken op een reus. En die ziet gewoon echt die space achter. Ik had weer een zilveren broek besteld, maar zo'n cargo zilveren broek. Maar ja, hier zit geen stretch in, dus die past niet. Dus helaas moet ik hem terugbrengen. Wat ik hem nog even kan terugbrengen voordat we gaan. Dan ben ik daarvan af, want morgen heb ik een hele lange dienst. We gaan nu naar beneden en dan ga ik die surprise laten zien. Yay! Yeah. Oké. Ik zag. Nee, B-Day Savings. Some things you need. Self-care. Boek een massage. Oké. Okay. Memories. Maar ik vind ik een memories. Dit gaat sowieso boven. Ja, ik dacht. Alle drie kan je gewoon boven naast elkaar zetten bij die mancave, toch? Ja. Ik heb die derde nog niet gezien. Ja, self-care, kan je open doen? Ik zag deze trouwens aankomen. Ja, ik ben in onze app. Ja, ik kan het helpen. Ik kan niet doen, ik kan niet doen. Happy birthday to the best daddy, boyfriend, supporter, and partner in crime. We love you. Keep on doing you. You are the best. We got you. Kisses from Ace and Tanya. Okay. Oh dear. Kan ik erbij zitten? Er staat wat onder. Boekenmassage. Yes. Massage. Kan je er een acupunctuur of nou? Kan ook. Iets wat in de richting is. Dus daar heb je een geldbedrag voor. Auw! Ja. Mooi bedragje. BB Savings. Even kijken. Je hebt niet gezien hoe het is. Oké. Okay. En dan some things you need. Oké. Okay. Singlet. Yes. Oké. Okay. Nog een pakje. Ja. Dat is handig. Oké, dat pakje. Zeeman zit er lekker. Heerlijk. Laat je niet gek maken hoor. Ah, die dure pakken. Deze zit er heerlijk. Want hij zelf ook eentje aan. Oké. Wat is dit? Onderzoeker. Juist. Niet het laatste nog. Dat is het. Karoban. Van cadeaubon van Ikea. Cadeaubon van de Ikea, mag ik jou, please. Dat waren je cadeautjes. Dankjewel. Heb ik het leuk gedaan? Zeker. Ik had gezegd, ik hoef niks, maar dat zit me toch erin. Ik kan het toch niet tegenhouden. Nee, klopt. Ja. Ik ga deze kleertjes in de was gooien. En dan ga ik ze ook aantrekken. Jee. Deze foto's ga ik boven hangen. Op eerste verjaardag. Leuk moment. Ja, zeker. Great memories. Ik hou van zulke dingen, dat is gewoon waardevol. Ja.
samenwerken. Afrikaanse wilde honden communiceren met elkaar tijdens de jacht. En dat doen ze met behulp van lichaamshouding en geluid. Even kijken. Look hoe je zo. Even kijken, zie je? Oh. Zie je? Daar kijk je. Zie je? Zie je? Oh. Oh, zo naai. Hij eet die bil. Gadverdamme. Flinke kindje. Lekker mango eten. Cocomelon. I love this one because it's with a black kid. En ja, dan kan hij zichzelf erin zien. En hij eet lekker mango. De luxe leven. Nou mensen, het is inmiddels al avond. Ik had niet gevlogd, want toen Ace een dutje deed... Ja, ik heb lang niet meer gevlogd, hè. Toen Ace een dutje deed, ben ik ook mee een dutje gaan doen. En daarna zijn de jongens naar, ik weet niet hoe het heet, een soort van Ballore gegaan. Larry en Ace, papa, dagie. En het is nu best wel laat. We gaan even boodschappen doen. Want morgen moet ik weer aan het werk en ik heb een paar dingen nodig. En we gaan nu boodschappen doen bij de Dirk. En ik neem jullie mee, ja, jongens, al naar de auto's. Naar de auto. En we gaan even een paar dingen halen. We hebben een hele boodschap gedaan. Dit allemaal €95. Is toch niet normaal meer? Mensen, we zijn thuis. Ik ga die boodschappen met jullie uitpakken. Want we zijn alleen naar de Dirk geweest. Maar we hadden zulke goede aanbiedingen. Als jullie dit zien, is het al lang voorbij waarschijnlijk. Maar we hadden zulke goede aanbiedingen. We moeten nog een beetje een paar dingen halen bij de Lidl. Want daar doen we meestal boodschappen. Maar ik heb toch een beetje prijs vergeleken. En ik vind toch dat de Dirk soms goedkoper is. Ik ga eerst even een flesje voor Ace maken. Want het is laat en hij moet slapen. Ik ga er snel doorheen. Want het is laat en Ace is moe. Maatverband. Ik gebruik altijd deze. Hiervan heb ik nog eentje van nu op dit moment niet vinden. Pannenkoekenmeel. Larry en Ace zijn hier echt verslaafd aan. Deze is zeg maar yoghurtrijstwafel met een laagje. Ze zijn er super door op. Het gaat echt snel hier. Maar ze hadden er maar drie. Dus ze hebben maar drie gekocht. Pistoletjes. Normaal kopen deze pistoletjes altijd bij de Lidl. Maar ik zag dat het bij de Dirk goedkoper was. En je moet op je centjes leggen tegenwoordig. Dus dat doe ik ook. Wat heb ik hier? Hiervan heb ik 8 gekocht. Die 8 zijn binnen no time op hoor. Want ik had hem hier in huis. Nee, daar komt er gewoon weer bij. Ik ging weer terug naar de winkel en ik zag deze twee. Ik dacht, lekker, want ik hou van zoetigheid. En Larry zag deze met teriyaki saus. En zalm teriyaki is lekker. Kip teriyaki is lekker. Dus misschien ga ik dit maken met een stukje zalm teriyaki of met de kip erdoorheen. Ik wilde dit even proeven. Ik heb het nooit geproefd. Boter gekocht. Ik ben de enige die boter eet. Maar soms in mijn aardappelpuree. Kaas, ja. Wraps waren ook veel goedkoper bij de Dirk. Dus heb ik dat ook gekocht. Volgens mij waren het 90 cent. Deze was 90 cent ook. Overschot. En ik wil het echt gaan maken. Dus dat ga ik binnenkort doen. Garas voor de kaas. Daar heb ik 1 van gekocht. Deze. Hier zit 3 in. In 1 pak en die waren €1. Dus die hebben we meegenomen. Cornflakes. Krusli. Is echt spannend met melk. Snoep voor de snoepot. 3 verschillende. Ik had dit voor mijn zus gehad. Want die was vandaag ook naar de Dirk gegaan. Ik was gisteren al naar de Dirk. En toen heb ik mijn zussen gebeld. Van er zijn goede aanbiedingen bij de Dirk. Ga snel. Maar deze hadden ze niet bij haar Dirk. Dus ik heb deze voor de meegenomen. Deze neem ik morgen voor de mee. Want morgen is Lela. Ik heb net een cadeau besteld. Dus die komt morgen bij eraan. Er waren echt goede aanbiedingen. Deze bosuil was 50 cent. En dit was 40 cent. Prijs. Alle blikjes waren 50 cent. Dus we hebben een paar blikjes gekocht. 2 potten bruine bonen. Ik weet niet wanneer ik het ga maken. Dan heb ik het. Rundeknakworst. Er was geen kipworst meer. Ze hebben het helemaal gemurderd. Ik ga het vaker kopen bij de Dirk. Want veel goedkoper bij de Dirk. Ik koop altijd die kipworst. Het betaalt bijna €3. Maar daarvan Unox. Ik vind het duur hoor.
ga het vaker kopen. Wil je nog iets te leggen? Snoepjes. Oh ja, Larry had deze. Speculaasstroop. Ice tea. Eerst gaat ook lekker op ice tea. Wat is met mango? Spam. Honing. Ik zag ook dat honing veel goedkoper was bij de dirren. Dus ik heb honing gehaald. Chili saus. Deze stoffer en blik. Dat is 4 euro. En dat heb ik echt nodig, want onze stofzuiger is kapot. Ik moet een nieuwe bestellen, maar we hebben nog geen goede gezien. Crunchy. Larry heeft deze gepakt. Wat hij gaat eten. We hebben niet eens yoghurt gekocht. Aardbeisje. Weer honing. Ik zal meteen alles inruimen. Huh? Oh nee, ik heb het fout gezegd. Dit was normale pannenkoekenstroop. En dan had hij hier speculaas. Oeh, zit er echt. Ik heb er helemaal rillingen. Ik hou er niet van. Deze worst is live. Oh ja, ik zag dit. Ik ben dol op lychees. En ik zag dit. En ik dacht, oeh. Ik moest echt yoghurt kopen. En dat vind ik echt lekker met, door yoghurt heen. Weer een honingje. Een honing. Hier gaat als een speer. Ik had Cliff gekocht. Sif. Larry had zalmsalade. Voor op zijn brood, maar werk. Weer een Twix. Ik had geen bleek meer. Weer een lakker. Ik ga het boven aanpakken. Dus. En dan heb ik 3 keer melk. Dit allemaal voor 100 euro. En dan hebben we nog niet eens alles. Maar ja. Dat was het. En wie ziet. En nu ga ik alles een beetje inruimen. Het is laat. En morgen moet ik weer vroeg op. Dan ga ik even aanpakken. Ik wens jullie een fijne avond. En ik zie jullie snel weer. Doei! Steeds meer op je moeder, wauw. Ik zie er zo uit. Het is één dag voor mijn verjaardag. En, oh ja, ik had mijn nagels niet laten zien. Dit waren mijn nagels. Dit zijn mijn nagels. Of laat het zo beter zien. Maar ik had mijn nagels 2 dagen geleden gedaan. Ik heb biap gedaan. Met de French. En ik kom net bij de pedicure bar vandaan. En daar heb ik ook hetzelfde. Dus dan op mijn tenen gedaan. En zometeen heb ik een haarafspraak bij bij Lily. Ik ga mijn puntjes knippen. Mijn haar is heel erg dood. Ik heb echt gewoon sliertjes. Het lijkt lang, maar het is gewoon dood. Dus ik ga een hele stuk eraf knippen. En daarna ga ik mijn haar weven. En vanavond heb ik nog een wenkbrauwafspraak. En ik wil vandaag naar eerst een kinderdagverblijf van een leidster. Heb ik hier op mijn haar. Een leidster die mij echt heeft geholpen. Die, waar eerst heel goed mee is. En waar Larry en ik een goede band mee hebben. Die gaat weg. En ik had er even een memo gestuurd. En ze had een memo teruggestuurd. En ik moest gewoon bijna huilen. Gewoon van, ik dacht gewoon bij mezelf. Ja, dit is een van de leidsters. Ja, waar ik echt een band mee heb gecreëerd. En nu gaat ze weg. Blij dat ik mijn kinderen afhalen, maar ik heb heel veel lieve leidsters daar, dus dat ga ik niet doen. Maar het is gewoon, ik word er gewoon emo van, ik weet niet waarom, want echt, ze heeft me echt geholpen met alles. En schat van een meid, schat van een vrouw, want het is altijd, maar ik wil wat voor de koopkleinigheid. Ik weet niet of ik het haal qua tijd en zo, maar ik wil toch wat voor de halen. Want als ik mijn haar heb gedaan, moet ik gelijk Ace ophalen en gelijk door naar huis. En ik wilde dan even langsrijden met Ace. Dus ik moet even kijken hoe ik het allemaal ga doen. Maar ik ga nu even naar de poort. Ik ga wat te eten halen. Laat mijn pakje aanzetten. Ik weet dat iedereen zo naar me gaat kijken van je hebt een vlogcamera gehad. Maar oké. Zo zie ik eruit. Ik kom net van bij Lily. Ik ben nu bij mijn wenkbrauwen dame. Ik ben precies op tijd. En ik ga dus mijn wenkbrauwen doen. Oeh, mensen, ik moet dan nog naar één ding doen. Ik denk volgens mij nog alleen mijn kleren ophalen. En dan ben ik ready.
top. Mensen, ik heb mijn wenkjes gedaan. Het is nog een beetje zwart, maar morgen is het mooi. Ik heb deze bonnet vandaag ook bij haarweken gekocht. Want ik wist dat ik mijn krulletjes zeg maar zo zou houden. En het is nu 8 uur laat is thuis gekomen. Ik weet niet wat hij heeft gedaan. Ik heeft hij wat van me gehad, maar ik weet niet wat. En wij gaan naar boven gaan afsluiten. Want morgen gaat AC naar KDV. En overdag hebben Larry en ik verjaardag van mij te vieren. En in de avond gaan we met z'n drietjes uit eten. Ik moet trouwens nog ook kleren zetten voor AC wat hij morgen gaat dragen. En dat is mijn dag. Ik vind het lekker fijn om met mijn gezin te zijn. En zaterdag ga ik met mijn vriendinnen hapjes en drankjes doen. Met mijn vriendinnen en met mijn zussen. Dus daar kijk ik ook naar uit. Ja, hoe voel ik me? Ik voel nu wel dat ik een beetje, ja, dat ik wel jarig begin te worden. Maar ik weet niet. Het is dan wel lastig. Het is een wind. Maar ja, we gaan er gewoon van genieten. Ik leef maar één keer. En het is een mooi getal, 29. Ja. Laatste 20 is. Echt, laatste 20 is. Oh my god, volgend jaar word ik gewoon 30. Wat? En volgend jaar 30? We're gonna be overseas. Period. En dan zijn Larry en ik allebei 30. Dus we hopen met Gods wil, als alles mee zit, dat we het gewoon goed kunnen vieren. Wij gaan geen feest geven. Nee, dat doen wij niet. Wij gaan. Ja. Poeh.